Gruwelijk. WC4 gewoon. Gemaakt en wel. Ja, helemaal af. Helemaal af. Oh, insane. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Serna. Ja, speler Hurtbelt. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. En vandaag wil ik jullie iets laten zien, namelijk dit. Wow, enorm kasteel. Die hebben ik wilde wij zeggen, wij gebouwd, maar eigenlijk hebben Serna die gebouwd terwijl ik op kast. Niet terugschieten. Voorzichtig. Ik zit alleen op dit hondje. Oh, oké, prima. Ja, die heeft Sarah gebouwd toen ik op vakantie was. Dus ja, het is echt een meesterwerkje van Sarah. Hij is stiekem nog niet helemaal af, maar hij is wel tof. Ja, details. Nou ja, ja. Bestaat steen is op. Details. Het steen is op. Het steen is op. Het ligt allemaal in winter. Maar niet allemaal, maar... Dit is ons nieuwe beeld. Nieuw stekkie. Maar we hebben nog geen garage. En we hebben ook nog geen auto. Maar we hebben wel een huis. Dat telt. Dat is zeker wat. En we hebben hier... Dit is sinaasappeltuin, neem ik aan. Oh, hier staat wat. Spoilers. Kun je gewoon zien. Oh, sorry. Dat was niet de bedoeling. Ben erbij, ik vind het wel een vette kleur, hoor. Die je hebt voor die quad. Ik heb er nog wel eentje. CS. Ja, want ik vind verf per 2, hè. Ik zal hem al even zoeken. Het is 8. Het is geen geel. Het is maar echt heel lichtgroen. Oh, relax, er liggen allemaal verdorven sinaasappels. Dat is super handig als we meer boren aan moeten sporen. Dat rijdt. De server is de laatste tijd een heel klein beetje laggy. En ik weet niet of het nou door die nieuwe patch komt of niet. Ik denk dat het valt me op dat... Het valt me op dat als mensen verbinden dat je dan heel veel lag krijgt. Ik laat even de deuren openstaan, want je denkt van voor mij kom je achter me aan. Ik lag gewoon niet. Ja, dus dit is één van de torens. Oh, ik heb het misschien niet goed laten zien. Ik ga al even terug. Ja. Open. Dicht. Mooie sluis hier. Hoppakee. Ja, dus dit zijn de twee torens. En de achterkant. Dat is wel gruwelijk. En met een loopbrugje naar de rots waar ons kasteel op staat. Naast morgen bij het kasteel. Prima. En kun je zo omhoog? Ja, hier kun je omhoog. Zo. Wup. Hier mooi. Oh, ik... viel ook naar beneden. Maar ik pak geen ball damage. Dat scheelt. Huh. Een helm? Nee, ik heb een helm. Ik heb een matje. Ja, deze. Tegen de zon. Oh, ik wou dat ik een matje had op vakantie, jongen. Ik heb echt... Nou, ik heb niet mijn nek verbrand, maar dat had niet veel gescheeld. Zo, hey. Insmeren, hè? Ja, ik heb echt keihard lopen smeren. Ik heb alleen mijn voeten verbrand. Dat heb ik wel gedaan. Want ik ging aan de onderkant van je voeten? Dat is Nee, niet de onderkant. Ik ging golfsurfen, dus dat was wel stoer. Ik had alleen... Ja, hoe was het nou? Wat ik dus had gedaan, ik was gewoon... 's ochtends was gewoon een beetje niet helemaal wakker. Toen was ik vergeten om mijn voeten in te smeren. Wel mijn handen, maar niet mijn voeten. Nou, dat is echt helemaal bad gegaan. Kijk, hier is bovenop onze loopbrug. Dus dit is boven de loopbrug. Als je eentje naar beneden gaat, ondertussen eventjes... dit is onderop de loopbrug. Allemaal schietgaten. En dat heb ik het niet gezien, omdat Serena... Weet je wat overigens het gek is van die schietgaten? Dat kost de steen om te maken, zeggen ze. Maar dat kost stiekem hout om te maken. Nee, echt waar? Ja. Muurtje met een gat erin. Van steen. Nee, kost hout steen om te maken. Ze zeggen dat maar steen kost, maar klopt, het kost... Heb je steen in je inventory? Probeer het maar te bouwen. Zegt hij, nee, je hebt geen spullen. Meen je niet. Ja, ik maak geen grap. Ik heb dit gebouwd. Ik was verbijt toen het gebeurde. Ja, hier een mooi processenkamertje en alles. Oh nee! Oh! Ik ben er vanaf gevallen. Oké, ik ga het nog een keer laten zien, want ik sprong er net vanaf. En dat was niet de bedoeling. Hey, het licht is anders. Dat is wat mooier. Oké. Ja, dus dit is een mooie kantelentoren. We hebben er verder volgens mij niet zo heel erg veel aan. Behalve dat we bij Munk naar binnen kunnen kijken. Weet die? Munk Road? Munk, ja, iets met Munk en iets met Hout. Maar ik haal die letters ook steeds door elkaar. We gaan het gewoon even opzoeken. Munk. Ja, hij is offline. Is hij er niet? Het is een wonder. Is snel rate hem? Nee, we gaan niet raden. Dat zou onverstandig zijn. Ja, dan staan wij ook niet zo lang meer overeind, denk ik bang. Nou, dat wordt inderdaad wel een beetje een probleem. Zullen we weer flink lopen bouwen? Dus ik zat net te kijken naar een Skybase en
Ze zijn een stuk bijgekomen. Ja, ja, is het ook iets stil. Nee, klopt, ja. Maar ik vind het al chill vanuit deze kant van de stad. Ja, je kan niet echt op alles kijken. Dus dat is wel een beetje jammer, maar... Ik wil eigenlijk... Ja, ik wil... Het ziet er een beetje lelijk uit, zo'n toren de lucht in. Maar het is wel heel handig voor om alle kistjes in de stad te zien. Ja, wel praktisch, ja. Naar beneden. Ja, man. Maar vakantie was goed, man. Ik heb echt keiveel vis gegeten en zo. Dat was ook echt super tof. Echt veel. Ik heb echt gewoon... lekker. Hij wil dat je echt zoveel gegeten hebt, dat je echt zo vol zit. Dat je echt denkt van, oh man. Oh, ik heb gewoon echt... Dat had ik echt gewoon een paar dagen na achter elkaar. Gewoon. Nou, goed gegeten. Oh, jongens. Ik heb zoveel gegeten. Dat is echt asociaal. Maar wel heel erg lekker. En ik eet normaal niet zoveel vis als ik hier in Nederland ben. Dus ja, ik was wel blij mee dat ik... Even die kans had. Want iedereen aanraden. Voor iemand. Keihard op de quads crossen. Ja, dat is waarschijnlijk René die die quad wil geven. Zodat hij zijn spullen kan smelten. Daar heeft hij de hele tijd over. Maar dat gaan we mooi niet... Nee, veel weer. Hey, spring naar beneden. Ja, sorry. Ik had... Heb je hem geverfd? Oh, met kistjes en alles? Oh, maar dat is geel. Ja, ook... ik heb kijken, die balken die zijn die groen. En die had ik erop op die. Die wilde ik eigenlijk als details op de vlammen hebben. Maar dat was helaas. Ik dacht dat het middelste was, maar dat was dus blijkbaar de meest linker. Maar dat is wel gruwelijke kwad, of niet? Ja, en nu heb ik het zo gemaakt. Ja, maar zo is het op zich ook wel weer prima, toch? Gruwelijk, zo is het gaan rijden. We kunnen wel een rondje racen door de stad. Oh, iemand heeft die spullen neergegooid. Niet, dat is mijn spullen toen ik doodging. Ja, nou. Een rondje racen door de stad. Durf je dat? Ja, heb je nogal veel. We zien het erin eigenlijk, want volgens mij zat er niet zo heel veel in die... Oh, daar heb ik niet aan gedacht. Nee, 3. Dat is te weinig. Dan moet ik eigenlijk even parkeren. Snel, doe de deur open. Ik ben mijn eigen kwad halen. Nee, we moeten even de garage bouwen eigenlijk, want... Dit is een beetje... Nee. Die was ook niet bedoeld als garage. Je moet het zo zien, ik was de chill een kasteel aan het bouwen. Ik denk, ja, ik moet ook nog een keer een garage bouwen. Maar ja, omdat we geen auto hadden, had dat geen prioriteit. En geen steen. En geen steen meer. Nee. Ja. Oké, ik pak wel even wat benzine dan. Oké, ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar ik heb het hutje gevonden. En ik had een beetje ruzie met de Yeti. Oh, is het leeg? For reals? Het is gewoon helemaal leeg. Ik dacht dat de totem zal uitgebrand zijn, want er is hier... Ja, ik kon gewoon het deurtje open doen. Maar dat is hier best wel afgelegen. Maar dat, ja, dat vuurtje heb ik misschien wel nodig. Dat wil ik eigenlijk wel hebben. Ach ja, een kleine bonus. Hoeveel is dat? 100. Ah, valt echt wel mee. 50 kolen. Oh, kijk. Dat is eigenlijk nog best wel goed. Niks in de crafting table. Oké, prima. Haha, ik heb het gevonden. De plek waarover mij verteld is. En de zon mag best wel iets sneller opkomen. Namelijk de Eiffeltoren van Fish. Oh, weet je wat we gaan doen? We gaan ondertussen ook eventjes wat van die zwijntjes klappen. Oh, dan moet ik alleen raken. Dat is super belangrijk. Dit. Want we hebben vet nodig. We hebben eigenlijk altijd vet nodig. Verder zit er best wel goed in alle spullen. Een beetje groen. Oh, daar ben ik, denk al. Ik hoor je over zwijnen praten en over de Eiffeltoren, maar... Wee. Oh ja, loopt ook lekker te springen. Hey joh. Hey! Trucje! Nee. Even heel laat. Ik heb deze quad net nieuw. Kom op. Hey, ik had toch deze dood gemaakt? Oh, hier ligt het. En helemaal vet. Yay! Botsauto's. Nee, we moeten een botsauto-stadion maken voor. Nee. Oh, jawel. Dit is de Eiffeltoren van Fitch. Oké, wat staat hier? Er staat hier bordjes met. In deze garage staat de auto die ik van Persico heb gejat. Nou, Persico, mocht je auto nog zoeken, hier is dus hier. Dank je, oplader. Heeft iemand heet oplader, oké. Okay. Oplader. Oplader. Oh, hier kun je een trucje doen. Wow. Een soort skatepark. Hey, doe een beetje voorzichtig, die kwad is net nieuw. Oh, dan moet jij nou dat zeggen, schijtig. Ja. We hebben er niet over nagedacht. We kunnen denk ik wel een skatepark maken voor een quad of zo. Of voor de nieuwe motor die eraan komt. Oh ja, yeah, precies. Oh, dat wordt echt moeilijk, want daar kun je vanaf vallen. Dirt bikes. Ja.
Wil je een Destruction Derby weer langs op zijn motor kan blijven zitten. Dat is wel tof. Oh, dat was gruwelijk. Anderhalf salto. Dat is 540. We kunnen ook naar boven, denk ik. Ja? Oh nee, zit een luikje. Zit een luik. De verrader. Je moet geld betalen om omhoog te gaan. Hè? Ik ga wel even een keer schieten. Dan kan ik even kijken of er iemand thuis is. Fish, ben je thuis? Ik denk het niet. Ja, lekker gezellig ben jij. Sarah Architors, Builder Fish, Just Yuri en Magic Mike. Oh, wat schattig. Met een hartje en alles. Ja, ik had ze een seal of approval gegeven. Ik was hier stiekem al geweest. Nice. Ja, ik vind het daarom is het ook weer vinden. Ik ga wel even achter van een afstandje staan. Alleen de bovenkant is wel nieuw voor mij. Die hebben ze echt wel nice gemaakt. Topje. Ja, goed uitkijkpunt. I like this. Ja. Wel jammer dat je dan toch geen metalen vloeren kan maken, want dat zou het zoveel meer recht doen. Als de onderkant ook gewoon van metaal was. Dat zou ook cool zijn. Maar mag niet, helaas. Sadly. Zou het moeilijk zijn om dit te serveren? Nee. Nou, je moet eerst nog gokken in welke poot totem staat. Dat duurt dat even. Op één claim, nee toch? Het staat op één claim volgens mij, ja. Kan even dat kijken. Dat is wel link. Ja, dat is wel link. Als het in één totem staat. Ja, maar ja, als je er één moet kiezen, ja, je hebt... Je kan ook ik denk dat je ook een trap zou kunnen maken waar je wel af kan springen en geen damage neemt, maar waar je nooit op zou kunnen springen. Huh. Ja. Klopt. Dat is wel handig. Dat is best wel handig, ja. Kun je heel goed ontsnappen. Ja, of gewoon midden in je basis. Heb jij een zwijn gevonden? Goed gedaan. Heb ik zwijn gevonden. Hij staat achter jou. Nee, die gaat achter mij aan. Ja, maar goed. Hij wil vriendjes met jou zijn. Nou, alsjeblieft, jongen. Dat ook. Oeh, animal fat tank. Vlinder. Ik heb al 50. Dat schiet lekker op. Als je gewoon lekker zwijntje blijft klappen. Ja. Hey joh. Zullen we nog kijken of we iets kunnen bommen? Ja, dat lijkt me goed, hè. Top, laten we naar huis gaan. Dan gaan we dat doen. Hey! Oh. Oké, nou, ik was van plan om hier, ik wilde ze vier maken. Ja, nu wordt het weer een verhaal. Ik wilde ze vier maken, maar ik kwam langs deze baas. Ik denk, nou, ik zal even langs rijden, gewoon even spieken. Maar nou zie ik dat hier een auto staat. Dus ik heb mijn quad even geparkeerd. Hij is ook niet geclaimd. Weak Roach Engine, ja, dat is echt dikke. Snap ik ook wel waarom die buiten staat. Of in ieder geval. Ja, maar er zitten allemaal gaten in deze basis. Dat snap ik niet helemaal. Kun je dit gewoon. Gewoon demolishen, joh. Dat weet je niet. Kun je alles hier demolishen? Is dit gewoon helemaal. Dat zou wel best wel bizar zijn. Want ja, ik hoorde laatst wel dat iemand zijn basis in winter gereed was. Misschien is dat wat er van over is. Maar dat duurt. Die dingen zitten echt zoveel hout in. Ik snap er echt helemaal niks van. Want. Als je dit allemaal zou kunnen hebben, al dit hout, jongen. Kun je een halve basis of een basis die half zo groot is van opnieuw neerzetten? Ja, geen probleem. Of je zou de kloot totems kunnen. Ik ben nu gewoon aan het demolish hoor, maar ik krijg gewoon planks voor dagen. Ik heb ook zoiets van ja, geef maar. Nou, gelukkig zitten er heel veel kistjes op je quad. Het klopt, ja. Maar ja, die auto ga ik dus niet meenemen, maar die quad hier. Oh, een blauwe rail. Kijk, dat is een mooi score. Nee, dat klinkt niet echt alsof iemand het echt gededicated gereed heeft. Ja, hij wil dat gewoon niet. Oh, hier hebben we geen build permission. Ja, oké. Dus deze reeds gewoon niet afgemaakt. Maar dat kunnen wij wel doen. Of niet? Nou, als er ergens nog een claim staat, dan is er vast ook nog wel ergens wat kisten met spullen, denk ik. Dit kan ik dan wel hebben. Dan is dat een goede besteding van onze eerste C4. Lekker, oké. Ja, dus we moeten even een plan hebben. Ik ga misschien wel hier even de molletjes zover als ik kan. Dan hebben we dat tenminste gewoon. Ja, ik ga ondertussen wel groen halen. Ja, dat is goed. Dan kun je misschien van de zijkant naar binnen. Dat zou wel chill zijn. Hoe ver kan ik hier eigenlijk komen? Nee, dit gaat niet meer weg. Dit dan wel. Hier, dit is een grote klapper. Ja, ik wil bijna twee stacks planken. Dat is prima. Ja, ik ga dit gewoon hebben hoor. Right, ik ga het lekker demolishen. Als jij een volgende C4 aanlevert, dan kunnen we een deur verder. Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat zijn, maar in ieder geval... Eentje is het misschien eens voldoende, wel. Ja, maar misschien kunnen we wel twee hebben. Oké, jongens. Volgens mij zien jullie dit. Dikke rook, jongens.
Volgens mij was deze basis al een beetje op aan het gaan met Ambers. En ik ben nu, ja hoor, ik kom er gewoon in. Volgende dag terugkomen. In plaats van het C4. Ik denk, het lijkt me misschien iets slimmer. Ik kan misschien beter even wachten. En het lijkt alsof er nog niemand binnen is geweest. Weet je, misschien is het logischer om via de voordeur te gaan. Laten we dat doen. En ik ben niet echt bang om iemand tegen te komen. Ja, daar hoor je van. De toten. Ik kan er gewoon eventjes hier rondje lopen. Dubbele deuren, netjes. Maar ja, helpt niet echt zoveel als je geen ander erin doet. Het is helemaal gek van die blokjes, jongen. Oh, kijk, hier kan je naar boven. Prima. En dan? Oké, hier is het. Ja, ja, oké. Dat is al een beetje verwarrend. Ik denk dat ik dit zo meteen allemaal maar moet gaan openbreken. Op deze manier. Dan kan ik tenminste zien wat ik aan het weghalen ben. Sowieso, die muren kunnen wel gaan. De vloer hebben we nodig voor een beetje context van waar welke verdieping is. Maar we zijn natuurlijk op zoek naar de schatkamer. Als die er al is. Ik gok van niet. Het zit misschien in die andere basis. Laten we hier naar boven gaan. Nee, dit lijkt meer van die basis. De rest heb ik gisteren weggehaald. Ja, ja, ja. Misschien zit het wel beneden, wie weet. Het zou wel logischer zijn. Ik vind het wel logischer om je schatkamer... Wat zou jij doen? Zou je schatkamer liever bovenin of beneden doen? Ja, meestal doe ik hem bovenin en dan heb ik daar ook een beetje zo'n uitkijkpunt van vanaf waar ik kan schieten. Maar ja, je totem moet altijd beneden, hè? Dus. Ja, dat is wel waar. Maar ik vind het wel een beetje onhandig, want ook als je dan naar buiten gaat, dan moet je eerst wel weer naar beneden, zeg maar. Zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Nou ja, het is vaak als je snel naar buiten wil, is al een probleem. Want hoe sneller je naar buiten kan, hoe sneller andere mensen naar binnen kunnen. Kasten. Oh, wacht, ik heb no touch and surf. Dan doe ik even snel even twee trucjes. Ja, oké, dit is de verfkast en dit is de kast met het rood. Nee. Nou, 250 hout. Ja, lekker. Nieuw hoedje. Oh, dit is fijn. Dit is veel beter dan wat ik nu heb. Hoppatee. Dynamiet. Ja, dit boeit allemaal niks. Die bricks zijn wel aardig. Road gearbox. 140. Prima. Steen. Concrete, ja, daar heb ik wel heel veel van. Ja, ik denk dat het destroying in 18 uur. Oh, dus we zijn nog best wel goed op tijd. Oh, twee rode drills. Of furnace zijn dit. Oeps, ik had het door elkaar. Deze deur kan ik er ook gewoon uithalen. Zit hier achter deze deur? Niks. Nou, ik denk dat ik het gewoon even ga demolishen en dan laat ik zien wat... Oh, ik kan het niet meer dragen. Tijd om wat spullen in de quad te leggen. En laat ik zo meteen wel zien wat ik gevonden heb. Maar ik denk dat het wel... genoeg tijd kost om deze aflevering te vullen. Anders wordt het ook een beetje veel, want we hebben ook al de Eiffeltoren gezien en zo. Oh, dit moet ik eigenlijk niet doen. Anyway, ik ga... Oh, wordt hij bewaakt door een Yeti. Dat is even onhandig. Hoe ga ik dit nou weer? Oh, ik kan natuurlijk gewoon erop klimmen. Laat ik dat even doen. Nou hoop ik alleen dat hij niet uit het zicht gaat staan. Oh, wacht, als ik nou hier dit eruit haal, klimmen. Kom naar me toe. Headshot. Oké, prima, geregeld. Nog iets goeds? Arctic pelt. Oké, dit een vervolg gooien. Right, oh, ik had nog spullen bij me. Nice. Ik verzamel het eventjes en laat je zo zien wat ik allemaal bemachtig heb. Oké, guys, een beetje donker en ik heb niet spullen weggehaald zoals ik had gezegd dat ik zou doen. Maar het komt omdat ik een beter plan heb en ik zal even laten zien wat er allemaal aan de gang is. We moeten even snel bewegen, dus ik ga even hier rennen. Ik moet even het hout en de emmer hebben. En ik ga super snel op dingen klikken. Tools, is het optie 2 dan toch? Van tools? Nee, machines. Maar dus op zich, craft. Het komt namelijk om het volgende. Dit, omdat ik namelijk hier zo... wat was het nou? Hier. Bam! Dit heb ik gevonden. Moet je zien. Hier. Alle gearboxen. Alle standard goat engines. Hier. 5 stuks. Lekker. Gearboxes. Paint. Oké, dit is niet zo interessant. Singlet. Ja. Vet veel wielen. 5 Toretto's. Hey. Hier. Wat zijn dit? 9 van die quad bike dingen.
Dit is echt alles, jongen. Allemaal spullen. Alle ja, we kunnen nog steeds maar één voertuig, maar toch. Dus voordat ik dit weg heb. Oh, en hier nog meer. Oh, die heb ik nog niet eens gezien. Oké, een kist vol met steen. Oh, 3 stacks ash. Ja hoor, kom maar. Pistooltje, 2 deadcaps, 2 C4. Oh, 2 C4 gewoon. Gemaakt en wel. Ja, helemaal af. Helemaal oh, insane. Dat is echt sick. Dus ik ga snel dit choppen. Goedkoopste reet ooit. Nou, dan hoef ik ook niet meer na te denken over wat de titel van deze aflevering wordt. En we hoeven ook niet meer na te denken wat we gaan doen de volgende aflevering. Want we hebben nu echt moeilijk veel spullen. Hè? Ik voel me een beetje... Ja, ik hoef me niet schuldig te voelen, maar het is wel een beetje... Ja. Moet je ja. Je emmer maar bij willen, toch? Moet je je emmer maar bij willen, ja. Maar het is ook niet echt helemaal... Ja, het is niet helemaal eerlijk tegenover de... Ja, je moet gewoon soms heb je mazzel, weet je wel. En dan krijg je gewoon vet veel spullen. Maar dat is wel een beetje flauw. Weet je, ken je het? Oké, laat ik het volgende scenario schetsen. Dat je misschien wel herkent. Heb je wel eens Risk gespeeld? En dat iemand het dan zomaar opgeeft? Iemand het zomaar opgeeft? Iemand het opgeeft, zeg maar. Echt zo van, ja, dan heb je gewoon keihard gewonnen. Dat is toch niet zo erg? Nee, maar als, zeg maar als er nog meer dan 2 mensen in het spel zijn... Ja, klopt. Snap je? En dan naai je een beetje de andere, want dan... Misschien was je nog heel erg tegen iemand anders aan het vechten. Zeg maar, stel dat C geeft het op, maar die vocht heel erg tegen B. En B die had... En nu dat bijvoorbeeld die het opgeeft, is het voor B echt heel makkelijk om zo door te stoten. Ja, en dat is wel een beetje flauw voor A, want ja... Die rekenen een beetje op B, zeg, oeh, 100 ember. Nou, je moet eigenlijk gewoon even teamen met de andere die achter staat... En dan gewoon even die andere in de pan hakken. Klopt. Dus dat is een beetje van, ja, oké. Dus ja, 2-4 man. Maar we hebben wel echt, ja... Echt wel relaxed. Hier kan ik wel iets leuks mee doen, dus dat is wel gruwelijk. Oh, kijk eens aan. 3 rode drills, 4 rode drills, ja hoor. En een groene, en een blauwe, en 21 kisten. Deze personen hebben waarschijnlijk echt superveel lopen reden, want het is onmogelijk dat ze het allemaal gegrind hebben. Ah. Anyway, ik denk wel dat dat gaat doen voor deze aflevering. Wil ik het bewaren? Moet ik even snel gaan redden. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. Boy, dat is niet helemaal veel spullen, veel bulls, gratis dingen. Wow. Alles in één. Alles. Ik ga dit wel iets kleiner maken, want het zint mij niet helemaal. Maar ik ben blij met mijn nieuwe, uitvalbasisje dingetje. Maar als je die basis geclaimd hebt, is wel risicovol. Dat is degene van wie het is daarin uitgelogd hebben. Ja, ik ga die spullen wel verspreiden over meerdere basissen. Maak je maar geen zorgen. Ik denk niet dat het echt meer moeite waard is om dit te gaan vinden. Anyway, maar ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je een like achterlaat. Maar laat vooral een comment achter. Misschien heb je wel een idee wat ik met al deze spullen moet. Ik heb zelf misschien niet alle ideeën. Bouwen? Ik heb nog wel een idee om te bouwen. Jij hebt wel een idee om te bouwen. Nou, dat komt in ieder geval helemaal goed. En hoop je al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!